Mitchell van der Graag, wat is jouw gevoel na deze nederlaag bij Roda? Onnodig. Onnodige nederlaag. Ik denk dat we op de eerste 10 minuten na, wat het een beetje aftasten was, dat we daarna de controle krijgen over de wedstrijd. Dat we 1-0 maken en dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. En dat we redelijk makkelijk op de been blijven. Ik vond dat we in ons balbezit waren we niet rustig genoeg. Maar voor de rest viel het mee. En op een gegeven moment gingen we mee in het spel van Roda. Allemaal kleine opstootjes. En dat was voor ons niet positief. Ik vond dat Roda daar meer kracht uit putte. Het publiek ging erachter staan. En ik vond ons, en dat heb ik in de rust ook gezegd, een beetje hotel spelen. En dat vond ik misplaats, kun je dat wel noemen. Waar lag dat aan? Waar heeft dat mee te maken? Ja, dat is moeilijk aan te geven. Je staat voor met 1-0 en misschien dat je denkt van nou, we hadden heel veel ruimte op het middenveld. Veel ruimte achter de laatste lijn bij Roda. Dus dat was allemaal, het liep allemaal goed. En misschien dat ermee te maken heeft. En dan krijg je hem voor rust, krijg je hem tegen. En vijf minuten na rust krijg je hem ook tegen. En dat was een moeilijke fase voor ons. Maar ook een voorbeeld van, wordt veel uitgescoord op die manier. We hebben veel aandacht aan gegeven deze week. Nou, dan wordt 2-1 en dan draai je de wedstrijd weer om als het ware. Je hebt een goede kans om minimaal de gelijkmaker te maken. Een schot van Luigi in de 16 meter waar hij helemaal vrij stond. Een kopbal van Jordi net voor langs gaat. Die bal van Stanley die net naast gaat voor open goal. Ik kon niet helemaal goed zien wat er gebeurde. Maar goed, je hebt je kansen gehad en je hebt die niet gemaakt. Dus ik denk dat het onnodig is en dat je het ook wel aan jezelf te wijten hebt. Je kan me ook voorstellen dat ze zeggen altijd een doelpunt vlak voor of na rust is altijd dan weer een extra domper. Nou, het gebeurt vandaag 2 keer, vlak voor rust en vlak na rust. Is dat ook zo? Ja, nee, je gaat anders de kleedkamer in. Maar als je 1-1 gaat, dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. En ik denk dat de boventoon moet voeren. Alleen, we kregen dat na rust niet voor elkaar. Dan krijg je gelijk de 2-1 om je oren. En dan, als het mentaal niet goed zou zijn geweest, dan laat je hem helemaal lopen. Maar we hebben ons weer teruggeknokken in die wedstrijd. En we hebben daarna de kansen gehad. Dus wat dat betreft is het mentaal niet zo heel veel gekrakt. En eigenlijk moet er met die goal voor rust niet zoveel aan de hand zijn. Je staat gelijk, dus wat dat betreft is het ook niet zoveel aan de hand. Ik had op een gegeven moment het idee dat Excelsior wat meer achteruit ging leunen. En dat Roda daardoor steeds wat beter in het spel kwam. Zag je dat ook zo? Nou, op de eerste helft niet. Ik denk dat het bewust was en dat we dat op die manier deden. En profiterend van de ruimte die daarna ontstond. En die was er ook heel erg veel. Maar het is op dat aantal momenten, dan moet je ook ingrijpen. En bij die goal grepen we niet goed in. Ik vond dat zonder drie Excelsior spelers. Die stonden bij de eerste bal waar Rosheuvel naar binnen komt. Waar die naar binnen komt. En daar grijpt niemand in. En dat zijn wel dingen waar je zegt van dat moet dan wel gebeuren. Maar voor de rest was het onder controle. Is het ook, denk ik, extra vervelend dat het juist tegen Roda is waar je punten tegen verspeelt. Omdat zij zijn een ploeg onderin in de competitie. Ja. Hoe groter het gat, hoe makkelijker het je jezelf maakt. Ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, dat hebben we ook steeds aangegeven. Dit zijn de wedstrijden waar we blijven naar onderen kijken. En dit zijn de wedstrijden die je vandaag minimaal een punt moet halen. En ik denk dat het ook wel terecht was geweest. Alleen vorige week kreeg je te veel misschien. En nu krijg je te weinig. Maar zo werkt dat. Maar dit zijn wel de potjes waar je zegt van de eerste twee uitwedstrijden in 2018. En je bent er weer heel dichtbij geweest. En je moet die clubs op afstand houden. Nou, en kijkend naar de andere resultaten, had je ook een mooie stap kunnen maken. Garcia maakte zijn eerste minuten voor Excelsior. Hoe kijk je naar zijn eerste minuten? Ja, onwennig. Je komt natuurlijk bij een ploeg die achter staat. Dus bij Roda is natuurlijk alle energie om in ieder geval die gelijkmaker te voorkomen. Dus dat is anders als je voor staat en nog meer de ruimte hebt. Maar ik heb dingen gezien waarvoor we hem hebben gehaald. De snelheid die hij heeft en het opportunisme dat hij heeft. Dus dat is positief. De rust is Milan Massop uitgevallen. Hij had in de eerste helft last van zijn knie. Hoe is het daarmee? Niet goed, zag er niet goed uit. Ging er hinkend af en waarschijnlijk binnenband. Maar dat zullen we morgen kijken hoe dat ervoor staat. Komende week heb je gezegd, of in ieder geval is er gezegd, dat jij gaat praten met de club over, over jouw contract. Hoe sta je daar zelf in? Nou, dat zullen we zien. Ik bedoel, vandaag is het belangrijkste de wedstrijd Excelsior. En niet wat wij gaan bespreken. Ik bedoel, dat is, wij praten iedere dag, dus dat komt niet als een verrassing. En we gaan daar op ons gemak over zitten. En, het belangrijkste is vandaag en we hebben dat niet goed gedaan. Zou je nog wel een jaartje willen blijven?
dan moet je eigenlijk nooit vragen naar een nederlaag. Hè? Maar goed, nee, het is op dit moment niet aan de orde. Duidelijk is dat beide partijen tevreden zijn. En aan de handhaving gaan we het verder eerst invullen. Doel blijft handhaving en dat is eigenlijk het enige wat telt. Volgens mij is die vervelende terugreis. Ja, want we hebben wel eens prettiger in uitwedstrijden in de bus gezeten. Dus dit wordt een vervelende, zeker omdat je ja, in die wedstrijd bent gebleven. En dat, dat je dan toch een minder prettig gevoel terug naar huis gaat.